Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland, maar de meeste lage wolken ziet de satelliet maar heel slecht. Want het ziet er niet zo heel ongunstig uit op dit plaatje. Maar vanaf de grond hebben we toch echt meer wolkenvelden. Het kan ook wat nevelig zijn, vooral in het zuiden. En vanochtend hebben we temperatuur in de buurt van de 10 graden. Er waait een stevige wind uit het noordwesten langs de kust, vrij krachtig, windkracht 5. En vanmiddag hebben we dan af en toe de zon, vaak ook wolkenvelden, 10 tot 13 graden. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanavond ook op de meeste plaatsen droog, wat meer opklaring ook. En de temperatuur die al begint te dalen. In de nacht kan het kwik kwikzakken tot 2 graden boven 0 is kans op vorst aan de grond. Dan beginnen we morgen wisselend bewolkt in de loop van de dag ontstaan meer stapelwolken, krijgt de zon er dus echt lastiger. En vooral in het binnenland kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. 10 tot 12 graden op de thermometers. Iets minder wind dan vandaag, dat wel. De woensdag, de donderdag en de vrijdag. Het is licht wisselvallig met vooral woensdag kans op regen vanuit het noorden. Eh, donderdag en vrijdag een enkele buimen, ook weer ruimte voor de zon. En deze dagen ligt de temperatuur over het algemeen rond de 11 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.